Dit is het verkeersjournaal van woensdag 19 oktober. We beginnen vandaag in het Westland. Vanavond en morgenavond worden er op de N222, de veilingroute, reparaties aan het asfalt verricht. Het gaat om het stuk tussen de Zwetlaan en de rotonde bij de Jupiter. En tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het verkeer. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Zwetlaan en de Middelbroekweg. De afsluitingen duren beide avonden tot 4:30 de volgende ochtend. Sinds een aantal weken wordt er gewerkt aan fase 1 van de herinrichting van de dorpskade in Wateringen. Er wordt gewerkt aan het aanpassen van de wegconstructie, het vervangen van damwanden en het veilig duurzaam inrichten van de weg. De werkzaamheden zorgen voor veel overlast voor het verkeer. Deze week wordt fase 1 afgerond, het stuk tussen Bovendijk en Gagelland. Dat gaat weer open. En op het stuk tussen Gagelland en de Wateringveldseweg wordt vanaf volgende week fase 2 gestart. Verkeer van en naar de A4 kan omrijden via deze route. En verkeer van en naar het centrum kan omrijden dan via deze route. En als laatste een bericht voor reizigers met het openbaar vervoer in Den Haag. Vanwege de herinrichting van de Delarijweg wordt vanaf deze week bus 25 van HTM omgeleid. Vanaf halte Zuiderpark rijdt de bus via de Soestdijkse Kade, dan het Veluweplein, de Schalkburgerstraat en de Kempstraat om vervolgens weer de normale route richting de Grote Markt op te pakken. Richting Vrederust rijdt bus 25 de normale route tot aan de Schalkburgerstraat. En dan rijdt de bus via de Delarijweg en dan het Veluweplein, de Soestdijkse Kade en de Vreeswijkstraat. En dan verder weer de normale route richting Vrederust. De omleiding geldt tot eind oktober. En dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag!